ga even naar de wc. Weten jullie nog het foute behang, jongens, met de foute kleur? Veel spanning aan het wachten op jouw verjaardagscadeautje. Van mijn schoonmoeder, voor mijn verjaardag. Dat zijn de flakes. Of die de kurkt erop kreeg. En dat is eindelijk gelukt. En ondertussen is het badkamermeubel ook binnen. Oh, mooi zeg. Baby komt even kijken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi liefdadies, welkom bij een nieuwe video. Sergio die is bezig in zijn nieuwe oven met de eerste pizza bestelling. Ja, eens even kijken, want toen was het ook alweer. Boven, ja, die moet je hebben. Boven onderwarmte en dan naar 300 210, graden. 210, 220, 230, 275, 80. 300 graden! Ja, ja, en nu moeten we het nog op die schaal doen. Maar morgen komt de pizza steen binnen. Toppie. En volgende week de pizza schep. Leuk. Ik heb zojuist even een hondenhaak besteld voor in de grond. Want ik dacht... Een hondenhaak? Een hondenhaak voor in de grond. Yeah. Net zoals je vaak op de camping hebt. Omdat we de achtertuin toch nog even niks hebben, dacht ik, dan doen we hem gewoon in de grond. En dan kunnen ze een beetje buiten zitten. Ideaal. Toch? Ja. Misschien ook iets voor Jessie. Nou ja, ik zat ook te denken, als we hem nou een lijntje opdoen, zo van... Tot hier en niet verder, dat hij niet het water in gaat. Nou ja, wie weet nog. De behanger is dus geweest en die heeft het een en ander gefixt en opnieuw gemaakt. Laten we even beginnen hiermee. Oh, wauw. Oh ja, dat heeft hij ook gefixt. Kijk. Kijk. Randjes weg, zo goed als kon. Ja, beter, beter. Veel beter, ja. Toch? Nou ja, en als de rest dan dadelijk wordt doorgetrokken, dan kan de rest erop. Ja. Plafond heeft hij nog niet gedaan, nee. Nee, plafond heeft hij nog niet gedaan. Ga je even naar de wc? Even naar de wc. Wauw, dit is wel echt kicken. Vet, hè? Ja, we hebben het behang opgehangen. Wauw. Ik weet niet, jullie hebben als het goed is al de tegel en de wc gezien. Dat hebben we helemaal door laten trekken. Super gaaf. Een collega van mij die zei, ik wil eigenlijk wel langskomen. Wat hij is het? Een stukje vergeten. Oh echt? Oh ja. Nou ja, hij komt morgen nog. Een collega die wilde langskomen, die zegt... Ja, volgens mij is het echt, als ik bij jullie binnenkom, doe ik een boekje open van VTLone. Dat is wel Kijk, en dit was wij ook willen. Dus het idee dat het behang eigenlijk ja, doorgetrokken lijkt. Hé, je moeder! Hé! Hey. Zo! Hey. Nou, dan kunnen we gelijk naar het volgende. Hé, hey, jongen! Hey. Schoonmoeders is er. En die is gelijk aan mijn schoonmaak gegaan. Ja, je weet wel van wie het hebt, hè? Ja, nee, dat staat geen twijfel over. Het zweet, hè? Weten jullie nog het foute behang, jongens, met de foute kleur? Dat ik zei, alles moest. Ja, andersom. Daar komt-ie. Kijk. Dit moest het worden. Wat een verschil, hè? Goed, hè? Ja, het past gewoon veel meer bij de kleur. En als Danny komt, kan hij de plinten gaan doen. Ja, inderdaad. De rest van de muur is dus nu ook behangen. Dus als de plinten er zijn, nou, dan is die bed ready in principe. Dit is dus... Komt u nog mee naar boven? Ja, heel fijn. Maar ik doe het niet meer lang naar beneden. Eventjes onze tijdelijke kledingkast. We hebben in principe de bestelling gedaan. Oh. Yes.
Dit wordt mijn standaard filmmuur, denk ik. Fotomuur, filmmuur. Kijk nou. Ja, dan hebben we deze boven moeten doen op zolder. Ik heb het contact gehad. En gezegd wat het moet worden qua planken voor de kast. En dan zeg ga ongeveer uit van 4 weken. Van Bauhaus? Ja. Oké. Okay. Dus dat? Beide kanten of alleen één kant? Nee, als goed is beide kanten. Alles? Ja. Dat is wel, daar zijn we ook al aan toe, hè? Ja, 4 weken denk ik. 4 weken, godverdomme, moet ik alsnog mijn dozen gaan uitpakken. We hebben het een beetje moeten verschuiven naar die kant, dus daar kan ik niet meer langs. Schuiven we het zo meteen weer terug. Schuiven we het weer terug. Ja. Maar ja. Ja. Super. Is dat? Ja. Hij heeft best veel gedaan, hè? Het was voor boven en zo nog niet, denk ik. Nee. Het was natuurlijk al ellendig kwijt. Nou, kijk wat grappig is, want hier ligt dus het oude behang. Ja, ik zie het. Ja. Maar kijk, wat eronder, het is gewoon een doek. Zie je? Ja. Dus dit zit er bovenop, daar plak je hem aan. Maar dit zit weer aan het doek vast. Ja, precies. En daarom wilden ze hem waarschijnlijk terug. Dat ze misschien het doek opnieuw kunnen hergebruiken. Zou zo maar kunnen. Ja. Daar is er duur genoeg voor, zeg maar. Ja. Ja. Heel tof. Ja, daar ben ik heel blij mee. Hoe gaat het, schat? Stress. Dat was stress. Stress. Ziet er lekker uit. Nou, de pizza's waren in de smaak gevallen, hè? Ja, nou, top. Wow. Hartstikke mooi. Hoe was jouw pizza, Jesse? Was die lekker? Ja. Goed zo. Zo, de oma's zijn even naar het strand. Althans, even naar kijk daar, even lekker bakje doen. En ik ben vol spanning aan het wachten op jouw verjaardagscadeautje. Ik ook, want ik ben echt clueless. Ja, ben je echt helemaal blanco gewoon? Ja. Hij schat. Wat kom je doen dan? Oh, boink. Oh, op mama. Nou. Ja, het is nog even wachten. Ze komen het zo meteen brengen. Een pakje, maar een pakje komt is in de auto. Een pakje is, ja. Ik vind het wel grappig, want Jesse praat dus tegen de camera. Maar zou hij überhaupt doorhebben waarom hij tegen de camera praat? Dat kan toch niet? Kom toch. Aan de andere kant, als hij zichzelf dan op YouTube ziet, zegt hij, hé, dat ben ik. Dus hij snapt wel het idee van, dat is iets soort opgenomen. Hij wil zichzelf ook altijd zien. Ja. Die laat mij zien. Het cadeautje is er. Hallo. Hallo. Is bloemen brengen. Oh, ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja, nou, alsjeblieft. Dankjewel. Die kunnen in mijn mooie pot. Ja, hè? Ja! Kijk hier, mama. Nee, mama, een hele mooie pot voor. Lief. Heel mooi. Heel cool. Hè? Ja, vind je het mooi? Ja. Ja. Nou, mooi zo. Kleurrijk. Ja, want ik ging even kijken. Ja. En toen zag ik op de muur die dat behang. Ja. Met fruit. En denk ik, oh, dat vind ik wel leuk. Dan doe ik dat erbij. Ja, ja, heel leuk. Ben je blij mee, Moppie? Ja. En het wel leuk inderdaad, want ze zetten de film graag gewoon lekker robuust. Ja. Dat het wel leuk is dat je inderdaad kan wisselen als je gewoon iets leuks ziet. Nou, eentje eruit of je doet het erbij. Ja. En nu al een hele leuke schattige bos. Leuk hè? Ja. Nou, gaan we hier eventjes de bodem uithalen. Een hele goede morgen. Nou, Jesse Silver is weer de gastouder en Sergio is werken, dus ik ben vandaag lekker alleen. En dan kan ik eventjes wat dingetjes gaan doen, zoals schoonmaken en het bad schoonmaken, de kleding inruimen, weet ik het allemaal. Stofzuigen, dweilen. En zo blijft het maar bezig, want ja, je blijft natuurlijk de hele tijd dat zand nog naar binnen lopen en de honden. Maar goed, vandaag kreeg ik een leuk pakje binnen van mijn schoonmoeder voor mijn verjaardag. En dat is voor het bad. Ik ga hem even openen. Tada! Ik ben hier heel blij mee, want hier kunnen we dus lekker
onze spulletjes opzetten, drinken, iPadje, weet ik het allemaal, terwijl we in bad aan het relaxen zijn. Stond op mijn lijstje, dus ik ben heel blij. En als het goed is, kunnen we dit een beetje uittrekken, zodat hij gewoon op de goede grootte is van het bad. Dus als ik de badkamer zo heb schoongemaakt, ga ik dat natuurlijk gelijk even proberen. En nu we het toch over de badkamer hebben, kwam zojuist als verrassing Bas Vissé, die onze tuin helemaal doet, echt top vindt, met een presentje voor mij. Echt zo ontzettend lief, van Reset Spa. En zij doen dus ook veel voor mensen met oncologische problemen. En dit is een heerlijk setje voor in bad. Maar dus ook met een magnesium boost. En hier ook nog gel. Ik ga hem eens even uitpakken. Hoe heerlijk is dit? Het zijn magnesium flakes die je dus in het bad kan doen. Of in een voetenbadje. Komt echt als geroepen. Want vanochtend had ik zo'n stijve rug en mijn knieën die deden het niet en ik kon bijna niet lopen. Dus gelukkig gaat het nu wel weer, maar ik heb wel even een paracetamolletje genomen. Ja, je merkt toch wel dat die antihormoonpillen echt wel wat met je doen. Dus hier ben ik heel blij mee. En dan ook nog eens een gel. Ik denk dat dit een soort van scrub is. Wellness Floating. Oké, nou wel een leuke verpakking. Terwijl ik dit openmaak, ruik ik ook nog eens dat dit echte lavendelblaadjes zijn. Heerlijk. Oh, en kijk nou hoe geweldig dit is. Een wellness gift card plus floten en een borrelplankje. Oh, ik ben hier zo aan toe. Jullie hebben geen idee. Voor het wellnessdagje en het floten moet ik echt eventjes wachten totdat ik klaar ben met de chemotabletten. Dus ik hoop ergens in augustus daarheen te kunnen gaan. En dan ga ik jullie ook gewoon weer even meenemen hoe het daar is. Dus mocht jij denken, nou dat lijkt me ook wel heerlijk, dan zal ik zeker een afspraakje maken. Ze zitten in Naaldwijk. Oh jongens, het is tijd voor een heerlijk badje. En ik ga gelijk even de magnesium uitproberen. Ik ga een lotal. En de kaarsjes aan. Zijn de flakes. En dit zit er ook nog bij. Er staat 50 gram, maar ik doe gewoon hier zo erin. Ik weet niet precies wat dit is, maar het voelt niet aan als een scrub. Dus ik denk dat ik het gewoon in bad ga doen. Goedenavond! Nou, vandaag is weer eventjes iemand geweest om te kijken of hij de kurk erop kreeg. En dat is eindelijk gelukt. Dus dat ga ik even laten zien. Zo, dit is hem. En dan kunnen we nog allemaal dingetjes op doen. Moet nog een beetje afgewerkt worden. Maar we zijn er blij mee en hij zit er eindelijk op. En ondertussen is het badkamermeubel ook binnen. Die ben ik in elkaar aan het zetten. Het is een relatief klein pakketje, moet ik zeggen. Vergeleken met voorgaande pakketten. Zoals een zonnescherm. Ja. We zijn alleen wel de handleiding van Jesse Silver kwijt. Geen idee waar daar de juiste schroefjes van zijn. Of de juiste knopjes om het geheel te laten werken. Oortjes, ook geen idee.
Nee, dat komt allemaal goed. Ik heb al het een en ander aan schroefjes en duveltjes erin gezet. Dit is het. Achterkant, binnenkant, laadje. Ja, en als ze hem dan klaar hebben, dan komt hij hier tussen. En dan hoop ik de wastafel naar boven te kunnen brengen. Olaf komt zo meteen even helpen. Misschien dat het met z'n tweeën lukken, maar lukt. Maar het is echt een heiterzwaar ding. En we moeten dus ook dit kastje in elkaar zetten. En we moeten nog wat tegels gaan verzamelen. Stoeptegels. Voor de achtertuin. Ja. Het is ook mega warm hier. Dus ik hoop dat, dat dit karweitje zo snel gaat lukken. En dat we dan lekker naar buiten kunnen voor de stoeptegels. Het kastje is dicht. En we zijn nu het laadje aan het maken. Lekker man. Lekker. Nee joh. Hij staat erop. Oh, mooi hè. Ik ben even weg hè. Momentje voor jullie twee. Hij is echt precies even groot hè? Ja. Nee, het kastje is groot. Maar ze hebben het nog niet gezien. Wat heb ik niet gezien? Ze hebben het nog niet gezien. Nee. Oh, jullie hebben het nog niet gezien. Oh. Zal ik hem eerst even schoonmaken? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, doe ik? Ja. Dan moeten we maar even doorheen kijken, jongens. Zo. Ik vind het wel echt. Ik ben warm. Nou, we hadden een dubbele haardverzakking. Nou, oh, want... ik zie hem bijna vallen. Nee. Ja, we tilden hem op, maar we hadden handschoenen aan. Zeiden van, dat is misschien anti-slip. Maar dat was juist gladder. Niet te dichtbij komen, anders ben je... Mooi een beetje water. En hij schiet zo los. En wij kijken, hij zo... Oh, voet onder. Hij ving hem zo net op. Die ogen. Oh, dat moet je niet te vaak doen hoor, schat, wat je net deed. Oh. Dat heeft hij nou weer betekend. Olaf. Nee, dat is ook mijn grote. Zware grote. Maar zie je ook die breedte? Je weet het hoor. Oh, zaten die gaten er al in? Nee, die heb je net ingeboord. Nee, die zit er helemaal in. Er zitten geen gaten in. Je ziet het verkeerd. Er zit geen gat in, schat. Nee, maar wel in dit. Ja, hierin wel, tuurlijk. Ja, dat zo heb ik hem toch ontworpen? Ik heb hem zelf ontworpen. Ja, right. Ik heb hem ook zelf ontworpen. Waar heb je die? Ik heb hem zelf ontworpen. Oh nee, ik dacht dat je hem zelf ontworpen had. Ja, nee. Ik had, je hebt hem zelf ontworpen. Railsysteem. Ah. Ja, ik heb helemaal de huiskamer en dit railsysteem, toch? Maar dit heb je zelf ontworpen, toch? Ja, deze heb ik zelf ontworpen. Oké, nee, dat is wel echt wel tof. Maar moet hij verder naar achter of niet? Nee, hij komt nog verder naar achter. Hij komt verder naar achter. Tegen de achterwand. Tegen de achterwand. Ja. Maar daar moeten we een stukje uit het hout zagen. En hele goedenavond. Nou, even wat anders dan de klusvlogs. Ik ben gevraagd om te komen filmen bij SS Rotterdam. De Stoneship, geloof ik dat het is. Want daar is een concertje. En Sherman Rouse en mijn pianist Ewald, die gaan daar samen spelen. En ze hebben mij gevraagd om te komen filmen. Dus dat doe ik natuurlijk graag. Ik ben heel benieuwd. En ik heb er zin in. Ik ben weer thuis. Het was leuk. Maar ik voel nu al de spierpijn in mijn armen, schat. Van dat ding. Van dat ding, ja. Ja, even serieus. Ik kan deze camera niet eens meer omhoog houden. Gewoon het is met het licht. Nou, weet ik niet. Welke instelling heb je staan? Op P. Ik weet niet wat ik deed, maar ik deed ineens de camera uit. Ja, ik heb wat lampjes opgehangen.
en stopcontact bevestigd. En een daarvan die besloot los te geraken. En toen kwam blauw tegen mijn schroevendraaier. En terwijl dat ik met bruin bezig was, dus toen zei ik heel ongecontroleerd. Dus ik keek gelijk op mij. Oh ja, er is niemand thuis, dus die heeft niemand gehoord. Maar ja, stel je voor dat je ineens op de grond had gelegen, nou, dan had ik echt in paniek geweest. Ja, maar hou jij die camera vast, ik krijg hem niet. Nee, dat is goed voor je omhoog. Training. Dus nee hoor, de stroom schiet er dan meteen af. Dus dat is allemaal goed gegaan. Wat ging je doen dan? Wat ik ging doen? Ja. Ja, de laatste stopcontact bevestigen op zolder. En de lampjes opgaan. Gewoon jeuk. Ja. Ja, dat zeg ik ook altijd. Als ik het zeg, nee. Laat maar. En dus de stopcontacten op zolder. En ik ben er wel achter gekomen dat ik volgens mij twee kapjes tekort kom. Of ergens anders gebruikt heb. Of kwijt ben. Oh. Twee afdekkapjes. En je had nog iets onder de trap gedaan. Ja, moet je maar even kijken. En je hebt überhaupt nog niet gekeken onder de trap. Nee. Was je, ja, wel. We hadden niet gekeken onder de trap. Voor het tegelwerk. En, maar toen was je, de latjes je ook niet opgevallen. Dus. Nee. Maar ja, of je dat zo gaat zien, weet ik niet. Want dan moet je natuurlijk het licht voor aan doen. Je latjes. Kun je het zien? Doe jij even het licht aan? Ja. Ja, dus. Nou, mooi. Mooie latjes. Dat wordt de ombouw. Dit wordt de ombouw, ja. Dan komen er hier nog wat latjes tussen. Dan kan ik het gips er tegenaan. Ja. En dan de tegels. En omhoog. Ja, hier dit. Ja. Ja. Deze heb ik net geplakt. Maar mijn lijmtang is kapot. Oh, kan er ook nog bij. Ja, ik heb er ook een. Die ligt nog bij je man. Jee, en dan kunnen we weer behangen. Dan kunnen de tegels op en behangen, inderdaad. Dan moeten we nog een deur zien te creëren ergens. Ja, dat moeten we eerst. Ja. Eerst maar even slapen. Ja. En dan hoop ik dat Jesse gewoon even op onschappelijke tijd opstaat. Want hij stond gewoon om 6:00 weer naast mijn nest. Ja, het was echt 9:15 voordat hij in bed ging. Dus, ja, het zegt helemaal niks, maar dan. Nee, hij heeft wel lekker gespeeld met zijn neefje en nichtje. Dat zeker. Dat was de eerste keer dat hij echt met een vriendje op zijn kamer ging. Ja. Ik merk wel dat ik echt wel jumpy ben als ik een bonk hoor. Of... Ja. Nou, een beetje paniekerig in. Zo, maar ik word paniekerig van jou. Eerst ja. Ben ik nog relaxed. En dan schiet jij omhoog. En dan denk ik, wat is er? Ik was echt zo'n cartoon op de trap. Zo'n cartoon die dan rent met zijn benen maar niet vooruit komt. Ja. Zo voelde ik me op de trap. Ging zo snel dat ik gewoon... Ja, en jij denkt dat hij gewoon half met zijn nek gebroken beneden ligt of zo. En hij gewoon, wat is er? Ja. Ja, omdat, maar dat was het verloop van, hè. Want ik hoorde eerst kaboom. En toen was het dat jij en Laura zeiden van... Oh, ik kon nog niemand huilen. Nee. Dus het zal wel meevallen. En toen was het Daily via zijn Inspector Gadget Mayday Watch. misschien moet er iemand naar boven komen. Hallo? ja. Ik denk, die ligt buiten Westen onderaan zijn balustrade of zo, weet ik veel, op de grond. Nee. Lak me maar weer uit. Nee. Dus ja, dat vind ik gewoon... Ik geef hem naar mijn toilet. Eigenlijk moet als de deur ook doen van die... Iets van die oerwoudgeluiden hoor. Vind ik wel een beetje bij hoor, eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel. We moeten nog even accessoires bestellen. Ik weet niet wel. Maar ja, hij loopt er wel rond. Ja. Dat is een marsupilami, denk ik.
Oh ja, dat is goed. Die maakt dat geluid. Wist je niet, hè? Nee. Ja, we zijn er ook achter dat de wc soms een beetje overloopt. Door waarschijnlijk die blokjes. Hij loopt niet over. Hij spoelt er overheen, zeg maar. Ja. Ach ja. Maar ik ga zo doorspoelen, dus dan zal ik even opletten. Maar ik ga het blokje had ik verder naar achter geschoven. Ik heb weer terug gedaan. Nee. Komt misschien ik door het water. Ik ga even testen. Ga je even testen. Hey, succes op onze toilet, hè? Hey. Hele goedemorgen allemaal. Het is een lekkere zondag. Waar ga je vandaag naartoe, Jessie? Nee. Nee, verjaardag. De allereerste verjaardag van Evelon, hè? Ja, Evelon. Het geeft mij een mooie de gelegenheid om lekker wat klusjes te doen vandaag. Ik wil weer heel veel doen, dus ik weet nog niet zo goed waar ik ga eindigen. Maar ik ga beginnen met het dartboard boven. Want dat heeft echt prioriteit. Nou, wel qua ontspanning, want dan snap je. Nou, als je niet ontspant, dan loop je op een gegeven moment ook over. En dan... En dat is een relatief snel klusje. Hoewel je hem natuurlijk wel goed op hoogte en zo... Zo op hoogte, inderdaad. Maar het is niet alleen het dartboard, maar ook die kast. Dus ik moet even kijken of het, hoe makkelijk dat gaat. Nou, jullie gaan zo meteen weg. Wij gaan zo, hoezo? We gaan weg. Nee, kom dan. Ja, nee, we gaan zo naar, even naar een verjaardagje. En daarna komt mijn moeder langs. Oh ja, die komt ook nog. Gezellig. Nou, dan ga ik naar boven. Oké. Okay. Nou, we hebben dus dit super gaaf pakketje gekregen. Er zit een hele kast omheen en zo. Dus dat is wel even een iets groter klusje dan alleen een dartbord op. Ik heb nu één gaatje gemaakt, daar heb ik het schroefje aan opgehangen. En dan met de handige laserwaterpas kan ik verder de kast uitlijnen, gaatjes voorboren. En dan gaat het relatief makkelijk, dan hangt hij zo meteen. En dan kunnen we vanavond mijn pijltje gooien. Dan heb je heel vaak dat er plugjes niet helemaal ingaan. Zie je dat? Dan is een klein trucje wat ik altijd doe. Dus dan draai ik er een schroefje een beetje in en dan... Kan je hem dus met het schroefje een beetje erin duwen. Hij hangt, de kast tenminste. De bolzij komt op 1,37. De afstand is 1,73 en de afstand is 2,37. Bij het bord heb je dus een aantal voorwerpen. Deze komen op de achterkant. Die zorgen ervoor dat het bord mooi tegen de muur komt en dus niet gaat bewegen. En zoals je de pijlen pakt, dit is een bracket. Die komt op de achterkant. Nee, die komt dus hier. Het is handig met zo'n kast, dan heb je dus die gaatjes al. Die twee schroeven zijn even eruit, die erin. Deze grote gaat hier. En dan hebben we hier nog een mooie sticker. Die ga ik op een stuk zeil plakken. Die ik dus over dit zeil ga leggen. Zodat als er een pijltje valt, niet het hele vinyl naar de kloten gaat. Dus dat zeil, dat moet ik nu even pakken, ligt beneden. Die ga ik dan uitrollen en daar plak ik die sticker op. Dan heb je ook altijd de juiste afstand. En dan kunnen we een pijltje gooien. Dat heb ik al een paar keer gezegd vandaag. Vind ik leuk. Alles zit erin. Zie je dicht boven natuurlijk. Hoppa! Super blij met het cadeautje. Dankjewel, schat. Nou ja, ik zou zeggen wie gaat mijn eerste uitdager zijn. Ik denk dat ik er geen drol meer van bak. Wel even flink oefenen zijn, maar ik heb er zin in. Even mijn dartpijltjes uit de auto pakken. Top, volgende klus. Zo, volgende klus, de voorraadkast. Hij is vrij groot, maar het is nu echt een zooi. En ik wil er planken in gaan maken, dus eerst behangen. En dan kijken of ik nog planken heb. Wederom, leuk patroontje, bloemetjes. Iets ander kleurtje dan de rest. Wat meer groen. Wel weer met roze, dat vinden we leuk.
En het is patroon, dus ik moet het even uitleggen en dan snijden. Dus even kijken of me dat gaat lukken. Baby komt even kijken. Hé, hey, wat goed. 3D. Ja, het is lastig bang hoor. Ja? Het zit niet allemaal even mooi overal hoor, maar ja. Ik ben en geen banger. En het was gewoon lastig. Ik vind dat je het echt prima gedaan hebt. Nou, dank je. Ik heb voor nu 2 planken. En dan dacht ik... Ja, de sessie ineens aan het praten. Maar nou dacht ik, want ik heb nog een beetje over, om die onderste plank te behangen. Leuk. Dan is dat behang ook op. Ik heb alleen, de plank is 1 meter. En de ruimte is, waarom doet hij niet? 1 meter 2. Dus hebben we daar een stukje over. Maar er moeten wel meer planken komen. Ja, maar die heb ik nog niet. Dus die moet ik op maat, die moet ik op maat snijden. Checkpruik. Ja. Leuk man. Dus ik kan nog 2 planken doen, denk ik. Je kan ook 3, met minder... Ja, ik denk dat je hier er nog wel 1 tussen kan doen. Nee, nou, dat dacht ik niet eigenlijk. Nee? Maar we hebben heel veel dingen te... Want Jessie's kleding. Maar we moeten ook al die medicijnen en shampoos en dat moeten we ook kwijt. We gaan het er even over hebben. We gaan het er even over hebben. Maar nou ja, ik ben net in bad geweest. Dat was een leuk feestje voor Jessie Silver. Onze kleine Chase. Ja. Was die gesminkt. Ja, superleuk. En nou, Sergio die heeft dus lekker doorgewerkt. Veel gedaan, nog een hoop te doen, maar wel, voelt wel fijn om even wat gedaan te hebben. Oh, nou zet ik hem uit. Maar... Het is tijd voor onze eerste movie night. Ja, precies. Want we hebben een leuke paté thuis gekregen. En bij een leuke paté thuis, hoort natuurlijk popcorn. Popcorn. Dat maken wij natuurlijk zelf. Pannetje, beetje olie. Beetje popcorn. En dan, jij wilde hem zout, hè? Ja. Oh ja, die hebben tegenwoordig in de pot zitten. Dat is kokos. Kokospopcorn. Kan wel. En we hebben gewoon een beetje zout bij. Hoog vuur. En zodra die begint te poppen, zet je het vuur wat lager. Oké, okay. Hij ruikt nu al goed. Ja, hij ruikt goed. Dankjewel. Hé! Hey. Weet je zien, weet je zien. We hebben je in de taak! Oh, de honden deden ook gelijk de slag. Ja, dus wij gaan lekker filmpje kijken. Wij gaan lekker filmpje kijken. We hopen dat jullie ook een fijne avond hebben en dat jullie genoten hebben van deze vlog of wanneer jullie het ook kijken. Ja. Vonden jullie het weer een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En als je alles meekrijgt als we weer een video uploaden, ja. Dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. En we zien graag jullie reacties. Ciao, 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 ciao.